Het is in het kantoor, in het gemeentehuis hier, nog een beetje zoeken, uitpakken en wennen. Maar de raadzaal die zag er piekfijn uit en daar vond vanavond de eerste raadsvergadering plaats. Het was vooral een vergadering met veel hamerstukken, besluiten die genomen moesten worden. Een vergadering vol formaliteiten. En ook de kennismaking met de nieuwe burgemeester. De vergadering is geopend. Heel erg veel dank aan u allen. Ook werden de raadsleden beëdigd en dat gebeurde als volgt. Het hoogtepunt van de avond, want zonder dat dit plaatsvindt kunnen we überhaupt geen besluiten nemen. Ik zweer dat ik om tot raadslid benoemd te worden, rechtstreeks noch middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middelijk, enig geschenk of enige gelofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Van Baarst, wat is daar op uw antwoord? Dank u wel. Meneer Berm, wat is daar op uw antwoord? Dank u wel. Meneer Bouwman, A. Bouwman, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Van Breugel, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Duizer, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Van Gammeren, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Van der Hoeven, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Mevrouw Jortsma, wat is daar op uw antwoord? Dank u wel. Meneer Meiboom, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Dank u wel. En mevrouw Van der Meij, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpt mij God Almachtig. Dank u wel. Dan mag er geapplaudisseerd worden, want meneer Noordegraaf, wat is daar op uw antwoord? Dank u wel. Meneer Van Oosten, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Paans, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer De Raad, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Rovers, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Mevrouw Schermers, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Sheikh Karim, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Mevrouw Van den Tol, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Versluis, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Van Vught, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. En mevrouw Zaal, wat is daar op uw antwoord? Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Applaus, gefeliciteerd. Meneer Bakker, wat is daar op uw antwoord? Het verklaren beloven. Meneer Bouvet, wat is daar op uw antwoord? Het verklaren beloven. Dank u wel. Meneer P. Bouwman, wat is daar op uw antwoord? Het verklaren beloven. Dank u wel. Meneer Van Dijk, wat is daar op uw antwoord? Het verklaren beloven. Dank u wel. Meneer Den Haan, wat is daar op uw antwoord? Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Meneer Hoege, wat is daar op uw antwoord? Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Meneer Kolf, wat is daar op uw antwoord? Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Mevrouw Verbeek, wat is daar op uw antwoord? Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. En meneer De Waal, wat is daar op uw antwoord? Dat verklaar en beloof ik. Applaus, gefeliciteerd. En dan gaan we gewoon keihard werken om van deze mooiste gemeente, nogmaals, er gaat niets boven Altena in Brabant, om deze mooiste gemeente wat te maken. Dank u wel en we zien elkaar zo. De vergadering is gesloten. Voelde het nog een beetje onwennig vanavond op uw nieuwe plek hier in de raadzaal? Eigenlijk niet. Ik ben ook op afstand bij die hele voorbereiding betrokken. In de vorige gemeenteraden al een beetje om aan een vergadering af en toe eens voor te zitten. Ik heb gezien wat ze willen, hoe ze de vergadering willen vormgeven, hoe we het debat willen doen.
En ik voel me hier eigenlijk op de eerste avond al helemaal thuis. Nieuwe schoenen, een nieuwe gemeente en de kleur groen. De gemeente Altena is begonnen, ook voor het CDA. Heb je er zin in, Roland? Ja, ik heb veel zin in. Ja, ja. Voelde het nog een beetje onwennig zo in de raadzaal op deze nieuwe plek? Ja, het voelt onwennig, want het is de eerste keer. En het is toch wel even wennen. Ander gemeentehuis, andere raadzaal. Ook andere mensen. Maar ik merk wel dat iedereen er zin in heeft. Dus we gaan er wat moois van maken. Het is zover, Philip, dat je bent geïnstalleerd in de nieuwe raad van de gemeente Altena. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het is begonnen. Ja, het is begonnen. Dat was ook jullie doel, hè? Om aan de slag te gaan. En nu mag het. Ja, het is een, ik ben in een soort van postnataal campagnetijdperk terechtgekomen. Maar tegelijkertijd wel weer versneld in de coalitiebesprekingen. En ik moet zeggen dat gaat voortvarend. Maar het wordt wel tijd om, dat als je er zo lang mee bezig bent met allerlei vergaderingen, dat er nu uiteindelijk wel de hamer is gevallen en dat we nu echt kunnen beginnen. Theo, een nieuw jaar is begonnen ook voor u in de gemeente Altena. En als plaatsvervangend voorzitter van de raad, want dat is vanavond ook bekendgemaakt. Een hele eer lijkt me. Nou, zo voel ik het ook. Het is ook een hele eer, want plaatsvervangend voorzitterschap, ja, dat is toch niet alleen maar zomaar eventjes alleen maar de burgemeester een keer vervangen. Maar ja, je hebt daarbij ook nog wel andere verantwoordelijke taken voor de bewaking van het hele proces. En ik vind het ook een hele eer dat ik dat vertrouwen heb gekregen van de raad. Paula, beëdigd nu als raadslid in de gemeente Altena. Ook coalitiepartner, jullie partij, Progressief Altena. Ja, dit is een droomstart, denk ik. Nou, dit is prachtig met al die mensen hier natuurlijk. En ik vond het heel mooi, die kinderen in het midden van de raadzaal. Jullie zitten op de tweede rang. Zo voelt het misschien wel een beetje in de raadzaal, of niet? Het is wennen voor je nieuw plekje. Nou, ik vind het heel erg meevallen. Want in deze opstelling hebben we dus geen microfoon voor onze neus als raadslid. Dus raadsleden moeten opstaan. Een beetje bewegen is goed, hè? Zei onze burgemeester ook. Om naar de interruptiemicrofoon te gaan. Of als je inderdaad je verhaal wil doen, ga je ook naar de microfoon. Dus daarmee zit je niet tweede rang. Het is gewoon, ja, de opstelling is zo. We hebben daarover gesproken met elkaar. En gezegd, we gaan het na een half jaar ook evalueren of het zo bevalt. Dus we voelen ons geen backbenchers, hoor. Nee, hoor.